schooltje nummer? 1. Schooltje nummer? 2. Oké, even opnieuw. Zeg maar schooltje nummer 2. 1, 2, 3. Schooltje nummer 2. Even opnieuw. 1, 2, 3. Een hele goede morgen. Welkom weer in deze nieuwe vlog. Wij zijn Daniel Farah Bellinga, gezond leefstijl gezin en leuk dat je weer kijkt. En ondertussen hebben we het ontbijt al op. We hebben vanochtend een beetje uitgeslapen, want we waren best wel moe na het zwemuitje van gisteren. En ik ben hier even met de computer bezig aan het opzoeken voor schooltjes voor Luan. Want Luan wordt over een halfjaartje 4 jaar en dat gaat hij dus naar de basisschool. Bijna 4 jaar, nog een halfjaartje. En we zitten hier dus in een nieuwe wijk. Dus ik ben hier aan het beetje aan het oriënteren wat voor scholen hier allemaal zijn. 4. Nee, dat is 2. Dat is 3. 4. Dit is 4. Zo. Zo, 4. Ja. En we zijn een beetje aan het oriënteren wat voor scholen hier allemaal zijn. En dan gaan we zo even een rondje doen van, om te kijken wat de sfeer is en hoe het voelt. Want ik vind het wel erg belangrijk dat hij bij een leuke school heeft waar hij ook echt zijn ei kwijt kan. En waar wij ook achter staan. Want ja, ze gaan er toch 8 jaar van hun leven op doorbrengen. En ik vind het eerst heel erg belangrijk dat het een christelijke school is, een gelovige school is. Ik vind het heel erg belangrijk dat het een rooster is. Dat het een continu rooster is. Want dat is tegenwoordig. Hè, dus dat je niet die middagpauzes naar huis hoeft. Ja, dat is prima, jongen. Dat is vast even aan het oefenen. Dus dat is heel erg belangrijk. En ik vind het ook heel erg belangrijk dat Engelse les ook op vrij jonge leeftijd wordt gegeven. Dus dat zijn wat puntjes waar ik op wil letten. Dus dat is wat we vandaag op de planning hebben gestaan. En Daniel die heeft vanmiddag ook wel weer klanten. Dus we moeten op tijd weer terug zijn. Dus dat ben ik nu eventjes aan doen. Kijk gezellig weer vandaag met ons mee. Nou, ook een hele goede morgen. Hier vanaf mijn coachingkamer. Ik heb vanochtend weer lekker vroeg opgestaan. Ik zit weer heerlijk terug in mijn ritme. Dat ik 's morgens voor de wekker om 6 uur automatisch wakker word. Lekker de tijd heb gehad voor weer mijn Retrain My Brain oefeningen te doen. Mijn studieboek te lezen. En ook weer lekker vanochtend van 10:30 tot nu bijna. Het is alweer bijna 11:30. Leuke telefoongesprek heb gevoerd. Goede coaching weer mocht geven aan de klanten. Leuke nieuwe afspraken mocht inbellen. Dus wat mij betreft een zeer effectief werkochtendje. Het is nu dus bijna 11:30. Ik ga met Farah en de kinderen mee. Op onderzoek uit naar een nieuwe basisschool. Want ja, Luan wordt dus al bijna 4. En we willen ons in deze nieuwe woonwijk hem gaan oriënteren. Wat de beste basisschool voor onze kinderen gaan worden. Dus ik heb mijn smoothie klaar. Mijn sportsmoothie. En ik zou zeggen, leuk dat je weer vanmiddag met ons meegaat. Op basisschooltjesjacht. Bolle Konijn heeft weer een schoon hok. Papa heeft de keutels en de stro weer weggegooid. Is dat ook weer mijn schoon, Luan? Oh, schoonbed. Mooi. Schoonbed. Hm? Mooi, hè? Dan ben je gras aan het plukken. Ja. Oh, dat is lekker. Kijk, daar komt onze konijnexpert. Kijk eens, Leon. Kijk eens. Daar komt de konijnexpert. Kijk. Ze hebben gewoon ons konijnenvoer meegenomen, joh. Ja. Ja, ik zeg al, als ze nou die mooie inboedel meenemen, waarom? Eentje is er wel. Ja, nou kijk eens, ik heb eten voor het konijn. Nummer 1. Basisschool nummer 1. Ga maar kijken of je dat vindt. Schatje nummer 2. Schatje nummer 10. 3. Nou, hier zijn we op schooltjesonderzoek en wie komen we tegen? Een trouwe kijker. Aan wie wil jij de groeten doen? Aan mijn moeder. Dan hebben we zo over deze, hoe heet je? Tico. Tico, boxman. En leuk dat je slanke vitte vindt, kijk maar mama. Duimpjes omhoog. Zo nog! Schooltje nummer 2. 4. 4. Mooie gymlokaal, Luan. Mooie apengooi, Luan. Ja. Dat bedoel. Hoe noemde je dat ook alweer? Basisschoolen shoppen. Basisschool shoppen. We zijn bij 4 schooltjes geweest vandaag. En de eerste school, wat was het ook alweer? Oh ja, dat was ook wel een heel erg leuke school. Alleen zelf persoonlijk vond ik het pand binnenin een beetje oud. Maar dat was gewoon omdat dat mijn gevoel was, zeg maar. Nog een nieuw tapijtje en een nieuw plafonnetje en dat soort dingetjes. Het was ook het oudste schooltje of zo wat hier staat, hè, in de wijk. Maar wel heel gezellig. En de tweede school was splinternieuw. Die was zelfs nog in de bouw. Dus ze zaten nog in de noodlokalen. Maar heel groot.
een heel erg leuke school. En daar had ik ook een heel goed gevoel bij. Alleen, het is best wel ver weg van hier, zeg maar. Dus dan zouden we best wel ver moeten fietsen. Dus dat was ook weer een nadeel. En de school daarna, daar had ik gewoon helemaal niet zo'n fijn gevoel toen ik binnenkwam. Ik weet het niet, dat is een vrouwendingetje of zo. Als jullie denken, wat hoor ik? Ik ben Lucilla ook aan het voeden. Dus je noemt haar een beetje piepen. Maar dat schooltje was op zich wel gewoon een leuk schooltje. Maar mijn gevoel was dan niet zo fijn daar. En dat is misschien zo'n vrouwending. Ik weet niet of mannen dat herkennen. Maar ik merk heel erg dat Daniel is heel erg... Oké, wat is dit, wat is dat en dat. Alle dingen weten, maar praten. En ik heb meer van... Ik wil gewoon even lekker zelf rondkijken en zelf rondneuzen. En kijken hoe het voelt. En de klassen bekijken. En, ja, even rondlopen en zo, zeg maar. Kom eens hier, puppy. Kom eens hier. En het voelde voor mij gewoon wat minder fijn. Nou, en toen stonden we... Oh, wat ga je doen? Zo liggen. En toen stonden we bijna op het punt van... wat wil je dan? Poppetje? Nou, en toen stonden we eigenlijk bijna op het punt van... Nou, zullen we naar huis gaan? Want ik heb het een beetje gehad. En, maar goed, toen zagen we in de verte nog een schooltje. Zijn we daar ook heen gereden. En dat was wel heel erg leuk. Heel gemoedelijk, heel klein. Maar wel op twee locaties. Dus dat vonden we aan de ene kant wel weer een minpunt. Maar daar hebben we een intakegesprek... Puppy, wat ga je doen? Wat ga je doen? Daar hebben we een intakegesprek gepland. Dus daar komen we weer een andere dag terug. Daar hebben we ook een heel uur een intakegesprek. En dat was eigenlijk de school waar we eigenlijk allebei het fijnste gevoel bij hebben. Vooral allebei. Want ik merkte heel erg, Daniel had bij de ene een heel positief gevoel. En oh, heel leuk. En ik weer bij de andere. En we waren het ook niet eens af en toe. Dus dat was ook wel af en toe een beetje dat je denkt, hoe gaan we hier uitkomen? Want ja, je wilt natuurlijk wel eens worden over scholen. Ja. Dus we hebben een hele ochtend school... Tour erop zitten. En daarom ligt lieve Luan daarna op de bank te slapen. En hij was helemaal moe van geworden. Bij al die schooltjes mee naar binnen. Door al die klaslokalen lopen. Al die kindjes bekijken. En dan is hij helemaal moe. Ligt hij helemaal uitgeteld op de bank. Ja, ik vond het herkend worden. Ja, dat was trouwens ook heel grappig. We liepen dus door die scholen heen. En volgens mij waren het groep achters, hè? Die zeiden, van YouTube, van YouTube. Dus die kenden ons. En toen zeiden we, kijk jullie slangenfitte weer. Ja, met mijn moeder. Dus dat was wel heel grappig, hè? Dat we daardoor herkend worden. Dus leuk dat jullie er waren als jullie dit zien. Heel erg leuk jullie ontmoet te hebben. En de groetjes aan je moeder natuurlijk. Terwijl Farah met Lucilla lekker het avondeten gaat maken, heb ik nog even een coachingafspraak met mijn lieve cliënt. Dus ik zeg tot straks. Nou, Luan wilde vanavond pannenkoekjes maken. Dus ik ga pannenkoekjes maken. En ik wil jullie even laten zien hoe ik die maak. Voor degenen die ons al langer volgen, weten een beetje hoe ik de pannenkoeken maak. Maar voor degenen die het nog niet weten. Vaak maak ik niet pannenkoeken van het zelf gemaakte beslag. Wat je zo kant en klaar kan kopen. Maar ik maak pannenkoeken met speldmeel. En waarom? Ik vind het lekkerder. En doordat je speldmeel gebruikt, zijn de pannenkoeken ook wat vullender. Wat voller. Dus als je dan 1 of 2 pannenkoeken op hebt, dan heb je niet een half uurtje daarna weer honger. Dus het is heel erg simpel. En ik ga jullie nu even laten zien wat ik hiervoor ga gebruiken. Nou, ik heb hier melk in zitten. Ik heb 4 eieren. Ik doe altijd wat kaneelpoeder er doorheen. Dat vind ik gewoon lekker. Beetje peper en zout en wat olijfolie. En dit is speldmeel. En dit is eigenlijk zo'n zak dat ik eigenlijk standaard in de kast staan. Want daar kun je ook heel veel pannenkoeken uit maken. Dus als deze bijna op is, koop ik gewoon weer een nieuwe. En als ik dan de zin heb, dan kun je dit hier weer gebruik van maken. Je kunt bijvoorbeeld ook speldmeel door havermoutpap doen bijvoorbeeld. En dan kun je muffins maken voor in de oven. Je kunt speldmeel ook combineren met bijvoorbeeld geprakt fruit en melk. En dan bakken, dan krijg je ook van die pannenkoekjes. Maar nu gaan we er gewoon lekker pannenkoeken van maken. Ga je mama helpen, die meis? Ga je mama helpen? Ja? Praat er even mensen. Ja? Zeg maar coachen, mama. Succes met coachen. Ja. Dat is leuk. Schat, eens kijken. Van Jelle. Thank you.
vanochtend een tekening gemaakt. Helemaal zelf. Opgeplakt. Kijk, daar heeft hij stukjes op elkaar geplakt. En heeft er ook nietjes in gedaan zelfs. En dat heeft hij hier op het raam gehangen. En hij is ook helemaal fan van die stickertjes. Oh ja, en hij zei tegen mama, kijk mama, ik heb mijn naam erop geschreven. Hoe schattig. Nou, terwijl ik hier op de pannenkoeken zit te wachten, die hier nog op het vuur staan, denk ik van, dit is misschien even een mooie gelegenheid om ook even dus nog te zeggen over de scholen betreft, dat ik er ook vandaag ben achtergekomen dat ik het heel erg belangrijk vind wat voor een werkmethode ze gebruiken op een school om de kinderen te ondersteunen tijdens het leren. Want blijkbaar zijn er meerdere methodes, meerdere werkmanieren, zeg maar, hoe ze de kinderen begeleiden. En ik vind het heel erg belangrijk dat ze kijken naar hoe het tempo van het kind zelf gaat. Als bijvoorbeeld het kind aangeeft dat die heel graag iets wil doen wat eigenlijk nog de klas nog niet doet, zeg maar, de rest nog niet doet, dus dat wel stimuleren of dat ze iets anders willen doen. Dat ze echt kijken met naar het kind zelf en ook het groepjesgewijs. Dus niet alleen maar klassikaal lesgeven, maar ook in groepjes en kijken van oké, welk groepje kan beter dat, welk groepje kan beter dat. En daarin dan begeleiden en ondersteunen. Dus dat ze eigenlijk een soort hun eigen kompas gewoon kunnen volgen. Ondanks dat misschien het gemiddelde dat nog niet doet of ja, weet je wel. Dus dat vind ik ook heel erg belangrijk. En daarbij moet ik ook zeggen, sommige scholen hebben echt dat ze nog heel ouderwets schrijven in boekjes. Sommige scholen hebben dat ze alleen maar met de iPad alles doen. Maar er was ook een school bij die alles combineert, zeg maar. Dus ze leren zowel en schrijven in schriftjes, ze leren met de computer werken, maar ze leren ook met de iPad werken. Dus dat ze alles een beetje krijgen, zeg maar. Dat Luan niet straks denkt van een brief schrijven, hoe moet dat? Omdat die alleen maar gewend is aan bijvoorbeeld een iPad. Dus dat vond ik ook wel een puntje waarvan ik dacht, ja, daar heb ik nog niet bij stilgestaan. Maar ik vind het ook heel erg belangrijk dat een school dus allerlei soorten leerstijlen geeft in de naam van in een schriftje schrijven, op een iPad typen met je vinger of op een computer met een toetsenbord. Dat ze van alles een beetje krijgen, zodat ze toch multifunctioneel, zeg maar, leren. Trouwens, nog even een tipje tussendoor. Als ik zo heel veel pannenkoeken bak, dan bewaar ik de overige pannen meestal in een pan met een deksel erop. Zodat pannenkoeken gewoon lekker warm blijven. Nog even een tipje tussendoor. Wij eten vanavond dus pannenkoeken. En ik doe ook altijd, vooral als het avondeten is, bij de pannenkoeken nog een extra salade maken. Om alsnog aan je extra porties groenten te komen. Om natuurlijk je gezonde vitamine, mineralen, proteïne binnen te krijgen. Dus ook al eet je pannenkoeken, het is geen excuus om voor de rest daar geen groentes bij te eten. Maak altijd een extra salade of eet er een tomaatje of een komkommertje of een paprika stukje. Gewoon erbij, gewoon los in een bakje. Het hoeft niet meteen een salade te zijn. Maar eet ook iets van groente, rauwkost bij je pannenkoekjes. Ook al eet je in de avond pannenkoekjes. Ik zal jullie even laten zien wat ik heb gemaakt om hierbij te eten. Nou, ik heb even heel snel een hele simpele salade gemaakt. Dit is rucola met wat ham, met tomaatjes, snoeptomaatjes, met komkommer en met wat walnoten en zonnebloemolie of zonnebloempitjes er doorheen. En als slasaus, zeg maar, gebruik ik een beetje koolzaadolie. Dat doe ik er nog doorheen. En dit eten we eigenlijk gewoon lekker erbij. En alles wat over is, dat zet ik weer in de koelkast en dat kunnen we morgen met de lunch weer eten. Wie wordt daar wakker? Zit als een grote jongen. Hé, hey, puppy. Lekker slapen. Was je zo moe geworden? Och, je zweet helemaal mee, jongen. Mama heeft pannenkoekjes gemaakt. Vind je het lekker? Ja, hé. Wil je lekker pannenkoekje eten? Ja! Goed zo. Hé, hey, hier zit nog één. Oeh. Puppy, puppy. Puppy, puppy, kom je knuffelen. Oh. Ja, nou, pannenkoekjes eten. Zien jullie ook hoe mooi bruin deze pannenkoekjes zijn met speldmeel? Echt hele volle pannenkoeken. Nou. Nu heb ik een beetje moe en daarom moet ik
voor de basisschool. Ja, want je bent je moe van geworden. Ja, en daarom moet je een pannenkoekje eten. Moet je daarom een pannenkoekje eten? Mm. Zo. Is die wel lekker? Ja, mama lekker gemaakt? Goed zo, jongen. Daar gaat ze wel in. Daar gaat ze wel in, hoor. Ja. Vooral als je een verantwoordelijke keus wil op je pannenkoek, kun je altijd appelstroop nemen. Nou, we zitten alweer aan het eten. Hallo, man. Lekkere speldpannenkoeken. En lekkere gezonde salade. Dus ja, dit is het, mama. Dankjewel dat je weer keek naar deze video. Vond je dit nou weer een leuke vlog? Doe natuurlijk de duimpjes omhoog op de video. En vergeet niet te abonneren op slankenvettv.nl voor onze dagelijks nieuwe video's. Dankjewel voor het kijken. Doeg! Tot morgen! Doeg! Hoe beter jou je eigen zelfbeeld programmeert, hoe meer grandioos levensstijl je zult gaan leven en gaat aantrekken. Dus zorg voor een optimaal gezond zelfbeeld. Ja, dus het heeft allemaal weer te maken met positief denken. Nou, dat is ook wat we vaker in video's proberen te vertellen. Gezond leven is 1, bewegen is 2. Maar je gedachten ook positief programmeren is echt de sleutel tot het blijvend succes. Dus ook hierin ontwikkel jezelf op persoonlijk gebied.